Sparta naar voren. De Sparta-podcast. Met Ruud van Os, Anton Slobboom en Frank Stout. Een hele goede dag. Ja, de oplettende luisteraar die denkt natuurlijk... we zouden toch Dirk Otte hebben in deze uitzending. Maar ja, weet je, als hier Mark Rutte had gezeten... dan hadden we nog een andere gast genomen natuurlijk. Want ja, de koning van het kasteel... is de gast eindelijk. Welkom, Maurice. Ja, Geert. Goedemorgen. Ja. Ja, ik... Hij gaat blozen. Ja, ja. Wat een aankondiging, joh. Ja, maar ja, we zitten al zo lang te wachten op de trainer, Anton. Jij met name. We hebben een lijstje. Er staat eigenlijk maar één naam op. Ja, bij deze. Jouw naam, ja. En opeens hoorden we dat je zou komen. Ja. Maar precies na dit weekend is fantastisch. Maar zullen we eerlijk zijn, gewoon? Nou, we gewoon eens eerlijk zijn. Wij zijn allemaal verliefd. Wij hebben een podcast. Wij hebben een groepsapp over deze podcast. En dan communiceren, waar gaan we het vragen, waar gaan we het over hebben, hier wordt gewoon een beetje, hè, hoe gaat het? En vanochtend was het wel even, hey, we staan zesde mannen, geen negatief geneuk, nee, hoor. Nee, zeker. We hebben het wel eens aan de dus stok. Dus relax. Zeker. Helemaal goed. Nou, fijn. Geweldig, toch? Je kent de podcast een beetje, je weet hoe het gaat. Ja. Dus we hebben straks de Spartaan van de week en we hebben de glazen bol. Gaan we vooruitkijken natuurlijk ook naar Vitesse. We gaan terugblikken op Excelsior. En we hebben ook de post. Er zijn heel veel vragen ook binnengekomen. En Ruud die zei het vorige week al een beetje. Die noemde Spartanen ook een beetje arrogant. Omdat jullie vinden jezelf net even wat intelligenter dan andere supportersgroepen. Zei Ruud, hè? Ja. Nou ja, dat blijkt ook wel uit de hoeveelheid vragen die zijn binnengekomen. Want het zijn allemaal intelligente vragen. Maar één hyperintelligente vraag, en die was van Jaap. Vind je zuurkool ook zo goor? Nee, heerlijk. Ja. Nou, dat wordt het niveau? Dat is het niveau. Dan hebben we dat alvast gehad. De beste vraag. We gaan lekker beginnen. Bij neerlaag of victorie, Sparta naar voren. Big smile bij jou, Anton, nog steeds na deze 4-1 overwinning op Excelsior natuurlijk. Ja, dat blijft wel een seizoen. Ja? Het was echt een gouden middag. En als je erbij was, mocht zijn, en dat lukte, dan was het helemaal een mooie middag. Want het was zo'n derby. We hadden het er net van tevoren ook al over. Dat is echt een mooie wedstrijd. En die uitslag was natuurlijk fantastisch. Maar wat een sfeer ook. Klopt helemaal. Super. Ik stond voor de uitzending ook uiteraard nog bij ESPN. En dat, ja, daar zeiden we het ook. Geweldige middag. Konden ze je wel verstaan of niet? Nou ja, het was net aan. Maar volle bak, uitvak. Ja, mooi weer. Want het begon met regen toen we in de bus stapten. Maar het zonnetje ging schijnen. Ja, dit zijn wel de krenten in de pap voor ons als coaches. En dat voelde je zelf ook wel een beetje, dat je een echte derby ging spelen? Ja, zeker. Kijk, iedereen rondom de club is daar natuurlijk volop mee bezig de hele week. En ik ben natuurlijk alleen maar bezig met die wedstrijd om te kijken welk plan kunnen we brengen om zoveel mogelijk kans te hebben om te winnen. Maar ja, daaromheen hoor je natuurlijk wel heel erg dat het leeft. En dat was in die middag ook wel te merken en zeker ook na afloop. Ja. Wat vond jij het mooiste, Ruud? De doelpunten. Ik zag ons het moeilijk hebben in de eerste helft. En dacht, maar gelukkig heet hun aanvaller Lamproe en die richt niet zo goed. Daar kwamen we goed mee weg. Zo. Maar dat kwartiertje na rust, ja, dan zit ik wel met een grote glimlach thuis op de bank in mijn pyjama. Ja. Ik heb hier de doelpunten voor me. Komt-ie. Corner van Sparta, die draait in, wordt gekopt, wordt erin gekopt. En dan is het Laurensen die de wedstrijd tot slot lijkt te gooien. Hij knikt de bal in de verre hoek. En nu Vito van Krooi met de corner winnen bal. Bart Vriends, wat lekker. Een kopie. Nu is het Vriends Airlines die in komt zeilen. Voor Excelsior is dit pijnlijk. Want het was al de ploeg die het vaakst geklopt werd uit hoekschoppen en vrije trappen. Ja, daar komen er nu gewoon twee bij. Sparta maakt uitermate goed gebruik van de corners die het krijgt in die tweede helft. Ja, collega's Sander Verrips en Philip van Es. Normaal gesproken wordt er wel eens wat uitbundiger gejuicht bij doelpunten van Sparta. Maar ja, tegen Excelsior altijd een beetje lastig als Rijnmond zijn. En dan moet je de balans zoeken. Hè? Zo is het, zo is het. Een beetje een trainerszinnetje wat je nu uitkraamt. Het mooie is, onze Philip die interviewt jou vaak na afloop. En die komt altijd met statistieken bij jou. Altijd, ja. Vind je leuk, hè? Ja, de hele jaar al. Sinds ik begonnen ben bij Sparta, krijg ik elke week een statistiek naar mijn hoofd. Op zaterdagavond. Ja. En als het sneeuwt, zoveel keer gewonnen. Ja. En als het regent. Ja. Elke keer verzint hij wat nieuws. Ja, maar de statistiek die ik dan weer voorbij zag komen... is het aantal gewonnen kopduels van Lauritsen... in vergelijking met de rest van de Eredivisie. Ja, ik heb 214. Duels gewonnen of zo. En de nummer 2 heeft het 75-80 of zo. Dost was volgens mij nummer 2. Ja, is natuurlijk, wij werken natuurlijk de hele dag met hem. En dan zie je natuurlijk hoe ongelooflijk sterk die is. Maar dit is een statistiek die mij niet verbaast. Ik heb het al eens eerder voorbij zien komen. Toen waren de aantallen lager. Maar ja, zo'n fenomeen. Ja, hoe lang speelt hij hier nog, Sparta?
Nou, ik hoop dat hij nog wel minimaal anderhalf jaar bij ons speelt. Ja, zeker. En ga jij dat meemaken? Zeker. Zo, we gaan gelijk. We zijn vijf minuten bezig, maar. Een korte uitzending hoor. Dit is de vraag, denk ik, schat ik zo in, die bij veel mensen toch het meest voor in de mond ligt. Van gaat onze trainer, die succesvol is, langer blijven dan één seizoen? Of één seizoen en vier wedstrijden? Ja, daar ga ik in ieder geval wel van uit. Ik heb het super naar mijn zin. We hebben in Valencia met elkaar doorgesproken dat we de samenwerking die nu nog ruim een jaar doorloopt willen verlengen. En wij zouden rond medio april gaan we daar met elkaar rond de tafel. Dus, nou, je hebt goede papieren. Ik heb goede papieren, zo. Ja. Nee, ik heb helemaal geen enkele intentie om op dit moment weg te gaan. En daar speelt ook helemaal niks. Maar ja, ik heb het dusdanig goed naar mijn zin. Het elftal draait goed. Ik hoop dat we het elftal intact kunnen houden. Want daar begon de vraag over hoe lang speelt Lauwersen nog bij ons. Ja, ik hoop dat hij nog anderhalf jaar bij ons speelt. En dat we de plekken die we kunnen verbeteren, dat we ons daar nog in gaan verbeteren. Dat is eigenlijk de doelstelling. Ja, want jouw contract loopt af volgende zomer. Nee, de zomer van 2024. Hè? Ja, ja. En daar wil je wel in principe gaan verlengen. Ja, nou ja, de insteek is om dat contract wat nog een jaar doorloopt nog met een extra jaar te verlengen. Maar vanuit jouw oogpunt, waarom? Je ligt vast, je hebt een baan. Waarom zou je nu verlengen? Nou, omdat je dan ook denk ik naar buiten toe uitstraalt dat je voor de langere termijn iets moois neer wil zetten. En als het contract afloopt, kan het ook onrustig zijn, vind ik, in zo'n laatste contractjaar. Van wat gaat de trainer doen? Nou ja, we hebben allebei de intentie uitgesproken om met elkaar verder te gaan. Dus ja, mij staat dan niks in de weg om voor een jaar bij te tekenen. Ja, ik vind het mooi, want je hebt natuurlijk Stijn en Nijkamp nu. Dat zijn beide mannen die het dus goed doen. Dus jij zegt nu terecht, en dat geloof ik ook, er speelt nu niks. Maar er zou bij beide mannen wel wat kunnen gaan spelen. En dan kan ik me voorstellen, als het van een hoog niveau is, dat het dan toch gaat kriebelen. Ja, natuurlijk. Je wil altijd. Je bent ook zelf ambitieus van, nou, waar ligt jouw plafond als coach? Hè? Ik heb natuurlijk in de eerste divisie gewerkt, in de eredivisie gewerkt. ADO een keer Europees gespeeld. Nou, nu gaat het hartstikke goed. Dus je bent wel benieuwd van hey, hoe zou je kunnen werken bij een nog grotere club als Sparta. Maar ja, weet je, zo'n moment kan altijd voorbij komen. Op dit moment speelt er niks. Ik heb ook helemaal niet de intentie om mijn naam ergens neer te leggen. Van kijk eens daar, zoek eens een trainer. Ik ben beschikbaar. Ik ben niet beschikbaar. Ik ben in dienst van Sparta. En ik heb het super naar mijn zin. Dus voor mij... Dat is wel een element dat in jouw vraag een beetje ontbreekt natuurlijk. Je ziet de chemie die er op het kasteel is. En als je nog even herinnert aan waar die vandaan komt, waar die chemie ontbrak, dan is dat natuurlijk wel veel waard. Nou ja, voor mij is het, kan ik me goed voorstellen. Ja, voor mij is het heel veel waard. Kijk, ik heb natuurlijk ook een beetje overal over de wereld gezworven. En meerdere plekken in Nederland gewerkt. Nou, als je dan uiteindelijk op een plek bent waar je je thuis voelt, waar je gewaardeerd wordt, maar waar je ook die ambitie uit kan spreken. Ik denk dat we dat vorig jaar hebben laten zien, even los van die vier wedstrijden, ik ben ingestapt. Nou, als je dan ziet waar we toe in staat zijn in de zomer om naar ons toe te halen, om echt die volgende stap te maken, en dat willen we nu weer, ja, dan spreekt dat wel een bepaalde ambitie uit en daar wil ik me graag aan verbinden. Zo, alle kijkers die hebben nu al zoiets van, het kan niet meer beter dan dit. Nee, dat kan niet beter, maar het moet op het veld gebeuren natuurlijk. Dus die stap die gemaakt moet worden, want we hebben wel vaker zo'n seizoen gehad waarna het jaar daarna echt opeens tegen zat. Ja, dat moeten we echt zien te voorkomen. Dus achter de schermen zou je vast bezig zijn met allerlei... Ja, wij zijn druk. Ja, dat zal best. Om te kijken welke posities komen er vrij. Ja. Waar kunnen we ons, al komen ze niet vrij, versterken? Want dat zou eigenlijk nog beter zijn. Dus wij zijn echt al vanaf januari bezig om mogelijk nieuwe spelers te benaderen. Ja. En ook voor te sorteren als er nog wat gebeurt bij ons. Want het kan inderdaad natuurlijk zomaar zijn dat als Laurens nog 4 of 5 doelpunten maakt, dat hij heel erg in trek gaat worden bij andere clubs. En ja, dan moet je toch schakelen. Ja, is hij degene voor wie je, vrees is zo'n zwaar woord, maar met wie je het meeste rekening houdt met een vertrek? Nou, op dit moment hou ik geen rekening met zijn vertrek. Nee, er speelt helemaal niks rondom hem. Ook niet rond andere spelers? Nee, helemaal niks. Dus Sven wisten we dat daar iets zou kunnen gaan spelen. Maar op dit moment niks. Maar ja, er is natuurlijk niks zo veranderlijk als het voetbal. En sta je daar helemaal achter? Achter het vertrek van Meinans? Ja,
Ja, want sportief niet. Want dat sportief had ik hem heel graag bij ons gehouden. Want dat was een van onze betere spelers. Maar vanuit het oogpunt van de club en het feit dat hij vorig jaar ook niet speelde. Wel aan het spelen toe is gekomen. Nog een contract voor ruim een jaar had. Hij ook de ambitie aangaf dat hij graag weg wilde. Nou ja, dan ga je bij elkaar komen. En dan, dan wordt er een bedrag geboden waar de club mee content is. En ja, wat natuurlijk ook wel de levensader van Sparta is. Wij moeten natuurlijk altijd wel zorgen dat we spelers verkopen om de boel draaiende te houden. Nou, in dit geval was het Sven. Nogmaals, ik had als coach liever gehad dat hij in de zomer was gegaan. Maar ik wist wel dat dit kon gebeuren. Ja, en dan is er niet echt direct één op één een vervanger gehaald. Nee, we zijn wel bezig geweest met spelers, maar die maakten andere keuzes. Met Zeuntjes, hè, onder andere. Ja, onder andere. En die maakten andere keuzes. En dan, dan ben ik nog steeds tevreden met de groep die we hebben. Maar, en is Zeuntjes nu definitief een streep door? Of zou die in de zomer alsnog kunnen komen? Hij heeft een half jaar contract in Waalwijk. Hij heeft voor de korte klap in Waalwijk gekozen. Hoog salaris, kort verband. Zou het in de zomer alsnog kunnen gebeuren? Ja, zou alsnog kunnen gebeuren. Goeie hoor. Ja, vind ik goede speler. Maar zoals niet alleen Seuntjes, maar wij hebben gewoon op elke positie gewoon 2-3 kandidaten. En de komende weken, maanden, maar we zijn nog bezig om met spelers in contact te komen. Om te kijken of ze te porren zijn voor Sparta. En het is natuurlijk nu een heel mooi moment om nu spelers te benaderen met de positie die je bekleedt. Zeker, ja. En zo'n Aleman die is gehaald voor de toekomst. Ja. Doet hij het wel goed? Ja, steeds beter. Hij gaat dat niveau wennen. Hij gaat mee met het niveau. Heeft een paar keer in jong gespeeld. Heeft hij goed gedaan. Dat is een jonge, pas 20. Dus daar zien we wel echt wel toekomst in. Ja. Maar hij heeft wat langer de tijd nodig, maar dat wisten we. En Melkersen zien we niet zoveel, hè? Betekent dat ook dat hij niet zo goed is? Dat vind ik ook wel een interessante speler. Als je het wegzet tegen wat we hadden. We hadden Mario Engels. En ik denk dat hij ongeveer hetzelfde type is, 10 jaar jonger. Nou, Mario wilde weg. Ik denk dat het ook goed was voor de chemie dat Mario wegging in de groep. En hij komt niet veel aan bod omdat Lauwersen gewoon goed speelt. En dan laat ik hem staan. Je zegt eigenlijk wel iets interessants. Waarom is het goed voor de chemie dat Engels wegging? Want Engels was wel een favoriet op de tribune natuurlijk. Ja, nee, op de tribune zeker. Alleen ik merkte heel erg in de trainingen dat hij, dat hij niet meer met zijn rol om kon gaan. En we hebben daar veel gesprekken over gevoerd. En hij ging niet spelen. Lauwersen was nummer 1 spits. En ik had ook nog Saito die daar kon spelen. Dus dan ga je gewoon kijken naar een oplossing voor beide partijen. En dat is goed gegaan. Zijn goed uit elkaar gegaan, maar soms moet je ook het moment pakken om te zeggen, nu is het goed. Hè? Goed voor de speler, goed voor de club en gaan we frisse jongens halen. Maar ben jij dan een strenge trainer? Want het is ook gewoon je werk. Dus nee, negatief een uitstraling. Nee, het was niet zozeer negatief, maar je merkte gewoon aan alles ook in zijn gedrag, in zijn houding, dat hij gewoon met zijn leeftijd niet kon leven met die paar minuten die hij kreeg. En daar heb ik gesprekken over gevoerd met hem en dat is ook wel eens pittig geweest. Maar dat ging gewoon met respect naar elkaar. Alleen soms komt er een moment dat je zegt, laat hier de wegen scheiden, voor beide beter. En dat is gebeurd met hem. Kan het zijn dat, jij laat spelers heel lang warm lopen. Ja. Dat begint eigenlijk al 5 minuten na aanvang. Ja, kwartier. Daar was hij er dan één van. Ja. We hebben hem zien draven. En dat gebeurt tegenwoordig ook voor onze neus, voor de Dennis Neville. Ja, dat helpt spelers toch ook niet, mentaal gezien? Nee, maar ik kijk heel simpel als coach. Ik moet gewoon spelers hebben die warm zijn als ik moet wisselen. En vroeger dan gingen de spelers pas in de rust wat doen of na de rust. Nou, ik laat ze ook in de voorbereiding van de wedstrijd al gelijk een fatsoenlijke warming up doen. Je hebt bijvoorbeeld bij Fortuna uitgezien dat Vriends twijfelachtig was. Nou, dan Abels was al op dat moment klaar om in te vallen. En ik ben geen coach die 5 tot 10 minuten gaat wachten tot een speler klaar is. Of dat hij warm is, of dat zijn scheendekkers goed zijn. Ik wil gelijk handelen en dus moeten de spelers klaar zijn. Daar worden ze voor betaald. Ja. Dat is hun werk. Dus ik vind dat niet zo heel erg spannend. Maar wat doe je dan met dat mentale aspect? Want je weet ook wel dat als je 90 minuten warm moet lopen en je moet... Ja, dat laatste tochtje en dan je jas aan, dat is het. Ja. Dat doet wel zeer natuurlijk. Ja, daar praat ik wel een enkele keer over met een speler. Maar niet heel veel. Want het is, hoort erbij. Het is gewoon je werk. Ja, zie je toch een verschil van inzicht met Arjan van der Laan. Hè? Ook iemand in het bezit van de diploma coach betaald voetbal. En die zat hier vorige week en die zei, dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. En hij doet dat dus niet. Dus niet iedere coach doet dat. Ja, wel opmerkelijk dat die gedachten dan zo uiteenlopen. Nou als het zo duidelijk is zoals jij het nu zegt, dan weten we het. Nee, ik wil gewoon kunnen handelen. Ja. En nogmaals, iedere coach mag daar zijn mening over hebben. Maar voor mij is het heel simpel. Het is je werk en je zorgt dat je warm bent. En of het nou voor 1 minuut is of voor 50 minuten. Je moet gewoon klaar zijn en je moet erin. Dat geldt ook voor wat er na de wedstrijd gebeurt. Want vaak zien we nog allerlei spelers rennen.
Ja, hetzelfde. Dat is ook iets wat bij jou hoort. Of ja, nou, daar zit een, dat is een beetje tweeledig. Wat we doen is, als het schema toelaat, als we zaterdag spelen, dan geef ik vaak op zondag vrij. Nou, dat betekent dat ze op zondag vrij hebben, dat die spelers in ieder geval wat moeten doen op zaterdag die niet gespeeld hebben. Dus dan is het de keus voor mij en ook voor de spelers van of ze doen na de wedstrijd nog wat loopjes, of we gaan op zondagochtend trainen. Ja. Dus nou, daarom vullen ze dat ook altijd heel erg goed in, want anders is het zondagochtend. Maar wij kregen twee weken geleden een mail. Melkersen moet altijd langer en dat ziet eruit als straftraining, schreef iemand naar ons. Dat schreef iemand. En we hebben nu ook weer allerlei posten gekregen over Melkersen, waarom die zo weinig speelt. Ja. En, maar even deze eerste vraag. Wil Melkersen zelf langer dan lopen? Dat zou kunnen, dat hij het zelf langer wil. Onze fysieke trainer die kijkt gewoon wie heeft hoeveel minuten gemaakt de hele week. En ook in die wedstrijd. En op basis daarvan krijgen ze die loopjes. Maar hij is wel een trainingsbeest, dus het kan best zijn dat hij voor zichzelf nog wat extra loopt. Maar dat zie ik niet, want zie ik al in de kleedkamer. En de kans bestaat dus nog steeds dat we hem vaker gaan zien Sparta. Nou, die kans is er zeker. Alleen ja, ik kies op dit moment gewoon heel duidelijk voor Lauwersen. En die haal ik ook niet zo snel eraf. Ook gezien zijn kopkracht. En dan is Saito is ook een van de mensen die heel goed in de spits kan spelen. Ja, dus we gaan... Mag ik nog één vraag stellen? Je mag er nog meer over. Kijk, ik geniet van Sparta, laat dat duidelijk zijn. Maar de lange bal op de spits is jarenlang vanuit het Nederlandse oogpunt een beetje verketterd. He, wij moeten natuurlijk gewoon opbouwen. En het prachtige 4-3-3 en die lange bal. Dat is zo ongelooflijk makkelijk. Tussen aanhalingstekens, dat haal ik dan even aan. Daar heb jij dus blijkbaar lak aan die mening. Nou ja, weet je, dat is natuurlijk wel leuk. Omdat je natuurlijk die statistieken krijg je op je bord. Maar als je kijkt hoe de intentie van ons is om te voetballen, dan is de intentie niet alleen maar een lange bal spelen. Ik kan de doelpunt tegen, die hebben jullie denk ik ook gezien, tegen Go Ahead Eagles. Nou, die begon bij Olij en die eindigde bij Van Krooi die binnenschoot. Dat heb ik het liefst. Maar als je heel snel onder druk gezet wordt en je kunt dan zo'n spits bereiken, zoals van de week tegen Excelsior, ja, dan schomen wij niet om zo ook te voetballen. Dus ik wil het eigenlijk afwisselen. Daar is wel de intentie. En dat zie je denk ik ook als de manier waarop wij spelen. Ik bedoel, onze... Denk ik, links en rechtsback zijn qua voetballend vermogen denk ik top Eredivisie. En die proberen we vaak ook in stelling te brengen. Ja, het mooie is dat je moet ook een keeper hebben met een trap. En die heb je nu. Ten opzichte van vorig jaar kon je een geweldig keeper. Maar deze keeper trapt beter, Olij. Ja, zeker. Eens. Absoluut, ja. Eens. Je ziet ook dat Olij een beetje boos wordt als hij die mogelijkheid niet krijgt. Als hij niet snel genoeg wordt geanticipeerd, wordt hij boos. Nou ja, kijk, wij willen het heel graag afwisselen. Kijk, als wij een aantal keren de lange bal spelen en je ziet dat wij daar gevaarlijk mee zijn, dan zie je ook dat een tegenstander zich vaak inzakt of iets terugzakt. Ja, en dan kunnen we wel op positie wel spelen. Ja. Want die spelers hebben we. Dat willen we ook. Maar nogmaals, ja, ik hou wel van een mooie combinatie. Ik hou ook wel van het afronden van Saito, hoe hij dat deed. Hè. Eigenlijk onverwachts. Ja, magistraal. Ik dacht, hij gaat er met rechts inschuiven. Bam. Ja. En hoe hij dat deed, echt geweldig. En je hoorde in het stadion echt op allerlei plekken die oerkreet van, oh, dat was echt heel mooi. Ja. Was echt een weer. Maar wat gebeurde er nou? Want we begonnen heel goed daar. Ja. En daarna draaide dat helemaal om. Wat gebeurt er dan? En hoe heb jij dat gezien en hoe heb jij dat dan gerepareerd? Nou, ik denk dat we zeker goed begonnen. We hadden eigenlijk na een minuut al op voorsprong kunnen komen. We waren, ik denk dat vanaf de eerste seconde intenties bij ons duidelijk waren van nou, Excelsior hoog onder druk zetten, proberen te voetballen. We pakten denk ik heel veel ballen op. Ja. En maken denk ik ook komen terecht op voorsprong. Nou, daarna heb je ook wel weer een fase dat Excelsior het gewoon goed doet. Alhoewel... Ja, ik kon me niet zo heel goed vinden in de beeldvorming dat het 3-1 voor Excelsior had moeten zijn. Want ik heb een grote kans van Lauwersen geteld binnen 1 minuut. Ik heb een kans van Saito 1-1 op de keeper gemist. Ik heb Van Krooi die vrij in kon schieten. Dus ik zei dat ik denk 3-3 wel, dat had wel gekund. Ja, maar dit is de podcast over Sparta, dus die beeldvorming zou niet zo zijn. Maakt niet uit, maar dat te horen lees ik dan. Denk ik denk dat 3-3 terecht was geweest. En in de tweede helft was denk ik afgetekend. Ja, dan zeg jij, joh, ik heb wat tactische omzettingen gedaan. Andere mensen zeggen, nou ja, het is een lange bal op Lauritsen waaruit gescoord wordt naar 2 corners. Nee, zeker. Maar we gaven ook niet zo heel veel weg. En daar zat de tactische omzetting. Dus ik heb Kitolano en de Guzman naast elkaar gezet in plaats van schuin achter elkaar. En waardoor hun buitenspelers niet meer naar binnen kwamen. En daar was dat gevaar mee bestreden. Ja, en de corners en de lange bal, ja, die zit wel in het assortiment. Die hoef ik niet meer te benoemen in de rust. Nee. Als jij Koeman was geweest, had jij Olij wel opgeroepen? Ja, dat denk ik wel. Ja.
op basis van zijn prestaties van het hele seizoen. Dan zet ik het weg tegen de prestaties van de keeper van Vitesse. Dan denk ik dat Olij het beter heeft gedaan. Maar goed, ik kijk wel door een rood-witte bril, eerlijk gezegd. Dus het kan ook zo zijn dat de bondcoach bijvoorbeeld voor lengte kiest. Hij kiest ook voor Noppert en die is dan geblesseerd. Maar voor de keeper van Vitesse, ja, die is natuurlijk een stuk langer. Dat zou een overweging kunnen zijn. Maar ja, ik had wel voor Olij gekozen, maar zeker gezien zijn seizoen. Had hij er last van, denk je? Nee. Nou ja, hij vond het jammer. Ook daar hebben we over gesproken. En hij had gehoopt. Want als er één moment was dat hij dichtbij was, het nu. Hè, met de blessures van die andere twee. Ja. Maar het mocht niet zo zijn. Dus wellicht nog een keer in de toekomst. Ja, die scherpe ging zich bijna verdedigen. Hè? Ja. Ja, ja, even verontschuldigen. Ja, het is wel mooi dat we ze nu allebei te zien krijgen. Een rechtstreeks duel. Op het kasteel. Ja, dat is toch ook een schitterend verhaal. Want maar het is wel zuur. Maar hij pakte zich toch goed. Ja, zeker. En er komt wel weer een moment. Ja. En dit was nogmaals natuurlijk geweldig voor de uitstraling van de club. Ook als een van je spelers bij het Nederlands elftal zit. Maar dat mocht niet zo zijn. Een quizvraagje doen. Weet je nog wie de laatste was? Ik wel, denk ik. De laatste opgeroepen Spartaan. Ik wacht even totdat Maurice het goede antwoord geeft. Toch, ja, we hebben het van de week in deze podcast toch over gehad. Is het zo? Of in de zorg dat ik het weer in de groeps heb toch over gehad? Niet met Vries, hè, denk ik. Nee, die zat op een PSV. Die was overtrokken. Ja, nee, dan zou ik het niet weten. Volgens mij komt het niet in de groeps voorbij, maar dat was toch Veldman? Ja, precies. Veldman. Ja. Nou, dat is echt een eeuwigheid geleden. Ja. Echt lang geleden. Ik ga nu echt naar de Spartaan van de week, hoor, want we zitten al lekker alle namen te noemen. De Spartaan van de week! Dan hebben we het altijd over iemand die heel erg opviel. Ik heb een lijstje, maar het is aan jullie. Wat was voor jullie de Spartaan van de week? Nou, dat zijn er een hoop dit keer. Ja, maar ja, je moet eentje noemen, Anton. Er staan me heel veel momenten bij. Eén heel mooi moment was van Lauritsen, die het uitvak opzweepte. Nou, Lauritsen, echt een coole kikker, toch? Maar die stond toch een partij te zwaaien voor het uitvak. En er was echt chemie tussen fans en spelers. Viel me echt op. Ja. En dat is ook veel waard. Weet je wel, want die spelen, wij fans, ja, een buscombi, een hoop gedoe, heel veel politie. Het is wel echt een beetje afzien. En dan dat. Nou, het is fantastisch. Zij is ook dus om redenen buiten het veld om Spartaan van de week. En voor jou, Ruud? Nou, kijk, ik vind het echt heel bijzonder dat Vito van Krooi, die natuurlijk heel goed aan het seizoen begonnen is, daarna echt minder is gaan spelen, maar inmiddels wel op 8 assists en 8 doelpunten staat. En dat is voor een Spartaan, is dat echt, zijn dat geweldige cijfers. En dan gaan we een beetje aan voorbij. Maar we hebben tegenwoordig gevaarlijke corners. Nou, daar doet menig club een moord voor, hoor. Ja. Voor een gevaarlijke corner. Ja. Dus hij legt er ook weer 2 op het hoofd van een kopper. Dus wat dat betreft, dan wijs ik dan, zonder dat hij groots speelde, Vito van Krooi, wijs ik hem dan wel aan. Hoe doen jullie dat eigenlijk, zo'n hoekschop training eigenlijk, in dode speelsituaties? Nou, dat doen we vaak als we 11 tegen 11 spelen. Dan zet ik het stop en dan doen we 2 of 3 momenten. Maar we doen het ook wel eens apart, dus na de training. En we kijken gewoon met elkaar van waar liggen de mogelijkheden. Bij de tegenstander, want ja, Excelsior heeft redelijk veel goals uit dode speelsituaties tegengekregen. Klopt, maar waren zijn zelf ook sterk met Jacobi om doelpunten te maken. Dus je gaat in eerste instantie kijken, hey, waar kunnen wij de bal plaatsen? We hebben inderdaad met Van Krooi iemand die hem geweldig in kan nemen. Nou, dan ga je kijken welke posities daar de ruimte komt en daar trainen we dan op. En dan zeg je ook Kitolano even zo'n gemeen blokje zetten. Ja. En die data, bij wie komen die vandaan dan? Nou, dat zijn niet echt de data, maar wij kijken gewoon de beelden terug van de wedstrijden. Of we zijn bij Vitesse, weten we. Dat doen Bukari en Rijsdijk. Ja, nou ja, dat doen we eigenlijk met z'n drieën. Maar Bukari is wel degene die daar echt met de spelers bij elkaar roept en daarmee gaat zitten. Maar het komt ook wel eens uit vanuit de spelers zelf, dat ze zelf met variaties komen. Ik had Lauritsen en Van Krooi inderdaad ook op het lijstje. Nog 2 andere namen. Koki Saito. Dat was mijn man. Was mijn, oh, nou, dat is die voor jou. Ja. Mag jij hem uitleggen? Ja, nee, goed. Koki is een geweldig ventje om mee te werken. Is altijd vrolijk. Ik geef het je te doen, toch zonder iedereen zo vanuit Japan. Hier eerst in België, nou in Nederland. Maar is een paar keer ongelukkig geweest met blessures. Maar ik kan zo goed voetballen. En dan vind ik het zo lekker dat hij... Die goal is echt een geweldige goal. Hè? Want hij, voordat hij stuit, dat heeft hij wel binnen gepunterd. Het deed mij een beetje denken aan Romario vroeger, zoals hij hem maakte. En dus dat wel. Ik gunde het hem ook vooral. Omdat hij heeft soms zwaar en alleen hier. Maar nogmaals, het is echt een geweldig ventje. En hij kan echt geweldig goed voetballen. Hij heeft zich echt in de basis gespeeld. Ja, want wij vonden hem allemaal een betere invaller. Ja. Inmiddels niet meer. Ik ook.
Ja. Ik ook. Ik vond ook dat hij, als hij inviel, dan kwam er een... Bracht hij wat, hè? Ja, dan bracht hij wat. Ja, kwam er ook een interactie met het publiek. En hij heeft ook 2 keer basis gespeeld dat het even wat minder was. Maar toen was hij fysiek ook niet in orde. Maar als ik nu zie hoe hij speelt, dan heeft hij zich echt in de basis geknokt, zeker. Ja. Waar speelt de Saito volgend seizoen? Ja. Nou, ik hoop nog bij ons. Wij hebben aangegeven bij City dat wij hem nog een jaar willen huren. Ja. En wanneer is kopen dan geen optie? Dat is wel niet duur, denk ik. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Als Sparta van de City groep gaat kopen, dan... dat kan ik me bijna niet voorstellen. Nee. Omdat je natuurlijk ook met een non-EU-speler te maken hebt. Ja. Maar, geen Portugese tante of zo? Want zo gaat het meestal. Ja, meestal wel. Nee, hij denk ik niet. Maar hij heeft een keer Spaans gegeten en dan is genoeg voor een Europees paspoort. Ja. Nee, dus het is wijs om nu van hem te genieten, denk ik. Ja. Nee, dus wij hopen eigenlijk dat we hem nog een jaar kunnen huren. Wanneer heb je daar duidelijkheid over, denk je? Ja, dat kan net zo goed in augustus worden natuurlijk. Nou, ik hoop wel eerder. De gesprekken zijn nog wel gaande met City. Ja. Dat zou mooi zijn. Ik had ook nog Mike Eerthuis op mijn lijstje staan. Omdat hij natuurlijk heel moeiteloos Awassar vervangt. Ben je daar verbaasd over? Nee, want dat heeft hij al eerder gedaan. Ja, maar hij doet het, iedere keer doet hij het goed. Nee, hij doet het goed. Eerste wedstrijd van het seizoen moest hij er alweer. Het was Adil ziek. Ja, heeft hij goed gedaan bij Heerenveen uit. Volendam thuis heeft hij Adil vervangen ook goed gedaan. En de keren dat hij inviel heeft hij het prima gedaan. En is nog een jonge jongen. Heel leergierig. En goed linkerbeen, goed koppen. Dus dat is 1-op-1 een uitstekende vervanger van Adil. Vind ik wel het mooie van voetbal. Hè? Dan haalt Sparta nieuwe spelers. En dan komt Rekiek en Eerthuizen. En dan denken we allemaal, nou die Rekiek die staat er gelijk. En de Eerthuizen, er is een herverspeler van Volendam. Ik moet het nog maar zien. Nee, maar dat kwam ook omdat Gerard Nijkamp had gezegd. Die is gehaald eigenlijk voor de toekomst. Ja, maar dat vind ik het leuk. Dat het zich juist dan andersom ontwikkelt. Het liefst had ik natuurlijk gezien dat ze allebei zich goed hadden ontwikkeld. Maar het verraste mij dat... Nou, ik had het helemaal niet het liefst andersom gezien. Ja. Omdat Rekiek gehuurd is natuurlijk, kan je betere speler hebben. We hadden het verwacht. Ik had gehoopt dat ze zich allebei... Ja, de logica die ontbreekt dan een beetje. Je kunt ook zeggen dat het lukt om spelers beter te maken vanaf het moment dat ze komen tot dan nu. En dat is wel waar we lang op hoopt. Ja. En want Saito die is toch ook beter geworden het afgelopen half jaar. Ja, ik hoop eigenlijk dat ze allemaal wel iets beter zijn geworden. Ja, want dat is, maar dat is wel je taak als coach. Want natuurlijk, je wil kijken waar je je ploeg kan versterken altijd. Mm-hmm. Hè? Welke plekken zijn minder. Wij zijn natuurlijk ook elke dag gewoon bezig om die spelers beter te maken. En dat gaat bij Adil en Bart gaat dat niet met 10-20%, maar misschien met een paar procentjes in de coaching of hoe je opgesteld staat. Ja, met de rest zijn we echt wel veel bezig met beelden, individueel trainen om ze gewoon beter te maken. Ik heb een goed voorbeeld daarvan is Mika Pinto. Die is ook echt zo goed geworden. Ook van de week weer en zo stabiel. Ja. Nou, daar hebben we toch ook veel over getwijfeld. Er zat ook veel foutjes in zijn spel. Dat lijkt er ook wel uit nu. Ja. Vind je niet? Ik wil een vraag aan Frank stellen. Aan mij? Ja, en dat is gelijk ook een vraag aan mezelf. Oh. Hoe gaat het nou? Wat is dit? Pinto is in hoeveelste jaar bij Sparta? Derde of vierde? Maar. Wij hebben hem volgens mij nog nooit geïnterviewd. Niet heel vaak, maar dat heeft natuurlijk mee te maken. Als wij mensen gaan interviewen, dan doen we het ook voor de radio vaak. En dan is het lekker als dit Nederlands gaat. Ja, oké, maar we spreken ook wel eens Laurits en Tito Lano. Ja, hij spreekt Nederlands. Pinto? Ja, Pinto. Waarom spreken wij hem? Hij beweegt totaal anoniem. Ja, dat heeft misschien ook met zijn positie te maken. Ja. En als er een feestje is met supporters, is hij eigenlijk altijd weg. Of ergens achteraan. Of zo. Gek. Ja, het is een fascinerende jongen wel. Okay. Ja. Ik denk dat hij kan veel verder komen, toch? Ik hoorde jou net zeggen dat hij top van de Eredivisie is. Nou, ik vind voetballend, vind ik onze backs, vind ik echt wel tot de betere backs van Nederland behoren. Ja. En als je ziet hoe wij daar vaak ook onderuit spelen, dan ben ik super blij met beide. Ja. Maar ook met wat erachter zit. Want ook Aaron die kan nog steeds moeiteloos die positie overnemen. Abels afgelopen weekend ingevallen. Dus dat betreft prima. Mag ik nog één droom uitspreken richting jou? Want we hebben nu een leuke ploeg. We staan zesde. Van vannacht bedoel je? Nee. Sparta. De club van de jeugdopleiding. Wij spelen eigenlijk zonder spelers uit onze jeugdopleiding. Nu, Mijnans was ook niet echt een jeugdproduct. Maar oké. Stel dat we die er wel om zouden scharen. Die is weg. Ja. En dat is wel een beetje een... daar is Nijkamp volgens mij heel hard mee bezig. Misschien moet ik deze vraag ook niet aan jou stellen. Maar toch zit er aan te komen dat we weer met spelers uit onze eigen jeugd gaan spelen. Er komen wel wat talentvolle jongens door, zeker. Die laten we ook meetrainen nu. Of die er al dit jaar
inkomen weet ik niet. Maar ik denk wel richting komend jaar dat er wat spelers echt aan gaan haken. Heb jij jong Sparta goed op je netvlies? Want een van de vragen die binnen was gekomen is dat je er niet heel erg vaak gaat kijken. Nee, maar wij hebben ze heel goed op het netvlies. Want wij zien ook de beelden terug. Er wordt ook gefilmd. We hebben wekelijks overleg. Bukari is degene die tussen Geert en mij instaat qua overleg met jong Sparta. Geert spreek ik wekelijks. Ja. Die Geert daar aan het hoorde van jong Sparta. Ja, die jongens trainen met ons mee. Dus nee, wij hebben heel goed op het netvlies hoe het met die mannen gaat. En daar zit ontwikkeling in. Maar daar zitten er een paar aan te komen. Die zijn denk ik net even nog een lichting jonger. Dus onder 18 zit veel talent. Zo'n Jesse Bal bijvoorbeeld. Ja, dus lopen nog meerdere jongens die misschien iets langer nodig hebben. Maar het gaat wel weer komen. Dus als jij niet langs de lijn staat, betekent het niet dat je het niet ziet? Nee, zeker niet. Nee. Maar dat is de suggestie natuurlijk van die mail die we kregen. We zien hem niet, dus hij weet het niet. Maar heb je niet de behoefte om daar een keer te gaan kijken? Jawel, zeker. Nee, maar dat gaat ook nog wel komen. Er is een aantal keren nog niet van gekomen dat het op de planning stond. Maar ik heb ook het is ook zaterdagmiddag, regelmatig met spelers, met agenten. Of ik ga naar wedstrijden kijken. Dus ik zie sowieso de beelden. Die komen sowieso en ik krijg goed verslag van alle mannen. Dus het gros traint bij mij mee. Dus elke week zitten er 4, 5 jongens, die zie ik dagelijks. Dus ja, dat heeft geen verrassing meer voor mij. Wat ik wel mooi vind van een voetbaltrainer is wanneer ben jij vrij? Nou, dat is ook een goede vraag. Je was ook binnengekomen. Ja. Hoeveel uren per week? Ik was eigenlijk week vanmorgen vrij. Maar nee. Dat is vaak niet in een aantal uren in te plannen. Het gaat vaak door. De zaterdagen als we getraind hebben, dan sluit ik vaak nog ergens aan om voor een bespreking of met een speler. Nou, nu is het alweer druk met spelers voor het komend seizoen. Ja, onderhoud je contacten met agenten. S'avonds kijk je beelden terug. Je kijkt trainingsbeelden. Zit ik nog wel s'avonds laat terug te kijken. Dus ja, ik heb echt wel privé tijd hoor, zeker wel. Daar waak ik ook wel voor, want dat vind ik ook wel belangrijk om niet helemaal op te gaan in dat voetballen. Want dat houdt je ook scherp, vind ik. Dus ik pak echt wel mijn momenten om lekker te ontspannen. Wanneer ga je naar Ibiza? Ja. Dit jaar zit dat niet in de planning eigenlijk. We gaan, dat is wel een dingetje bij NAC geweest natuurlijk ook. Hè? Ja, dat is natuurlijk volledig uit zijn verband gegaan. Ja, haal dat nog eens even naar boven. Ja. Nou, dat enige dan wat we naar boven halen. Nee, dat is volledig uit zijn verband gerukt. Ik was op vakantie in Ibiza en ik heb daar een huis en dat huurde ik. En dat moest ik altijd jaarlijks verlengen. En ik was daar ook bezig om wellicht iets te kopen. En toen ik op vakantie was in juli, toen belde Matthijs Manders of ik NAC wilde gaan trainen. Dus ik ben toen gezin daar gelaten. Ik ben gelijk op het vliegtuig gestapt en ben begonnen. Maar wel met de restrictie van ik moet voor mij, moet ik 2 of 3 dagen terug, omdat ik daar zakelijk iets moet doen. Toen hebben we corona, dus het kwam er eigenlijk steeds niet van om te gaan. Nou, toen was er een keer een wedstrijd, toen mochten we weer vliegen. Op vrijdag toevallig tegen Excelsior en pas de zondag daarna, dus 10 dagen later tegen NEC. Van tevoren duidelijk gecommuniceerd met de mensen van de RVC en met de algemeen directeur en met mijn staf dat ik dan 3 dagen daar naartoe zou gaan. Ik zou dinsdag alweer terug zijn. Dat was ook de dag dat Edwin de Graafse coach bij dat voetbal ging halen. Dus het was ook het was aan alle kanten gepland. En we hadden een toenmalige technisch directeur, Ton Lokhoff, die was net aan boord en die wist het ook en die zei ook geen probleem. En want die moest zelf 3 dagen naar Wolfsburg zijn eigen spullen regelen. En op een gegeven moment heeft hij er het in de pers gegooid en heeft er een heel groot issue van gemaakt dat ik er niet was. Dus het is ongelooflijk groot gemaakt en gelukkig wisten de spelers, iedereen wist hoe het zat. En ik heb toen de kop van Jut gekregen, terwijl onze technisch directeur in hetzelfde gebied zat, maar dan in Duitsland. Dus dat was echt gemeten met 2 maten, maar joh, prima, het is gebeurd. En ons belang is dan, dit gaat dus niet meer bij Sparta gebeuren. Nee, want het is ook helemaal niet meer nodig. Alleen op het moment dat je gelijk een dag later ingevlogen wordt om NAC te gaan trainen, maar je nog wel een verplichting hebt daar, dat was het hele verhaal. Dus, maar goed, het was de bekende stok om mee te slaan. Ja, heb je inmiddels een huis op Ibiza of ergens in een mooi zonnig oord? Nee, nee. Dus nog niet bekend waar de selectie naartoe gaat in de zomer. Nee. Ik ga een keer andere kant van Europa op deze zomer. Zo? Dat is IJsland. Ja, gezellig. Lekker de kou in. Nee. Maar wel Noorwegen. Iets anders. Iets anders. Waar ga je toe dan? Ja. Nou, we gaan naar Kroatië willen we een keer. Met gezin ga je dan? Nee, want mijn gezin is... weet ik wel. Nee, Sam is 1, die wordt 22 en die gaat... Gaat die weer met papa mee? Nee, die gaat zijn eigen vakantie plannen. En mijn dochter zit nog op school, die mag niet weg. Dus,
En dan gaan we toch met een paar bussen mee, joh. Ja, joh, prima. Gezellig. Prima. Toch? Oh, joh, gezellig. Ja, maar dan kan je misschien combineren met vorige ronde Conference League. Dat zou wel leuk zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Er is ja. wel nog iets wat we moeten bespreken. Iets gewoon meer ook, hoor. Want je bent helemaal doorgezaagd over die doelstelling van ja. Sparta. Nou, ja. ik werd er echt gek van, die doelstelling. Ja. Maar daar werk je hard aan mee, hoor. Hoor ik jou nou opeens een doelstelling noemen? Dat heb ik ook gestaan. Ineens heb je het gezegd. Ja, ja. Tot en met 8, zei je. We gaan vol voor de playoffs. Vloekte dat er nou uit? Nee, dat klopt. Dat was bij die kerel van Veronica of zij. Tom Staal. Ja, die vraagt het natuurlijk. Die heeft dat al 4 keer gevraagd. Ja. Dus ik heb nu al een keer antwoord gegeven. Nou, we gaan ook daar vol voor. Kijk, het is niet anders dan de doelstelling die we natuurlijk een paar weken geleden uitspraken. Een solo-actie of nee, maar we willen zo hoog mogelijk eindigen. En het is nog 10 wedstrijden. En als jij 8 punten voor staat of op plaats nummer 9, ja, dan wordt het natuurlijk. Komt ja. die doelstelling wel steeds dichterbij. Dus, en het is niet zo dat je stiekem naar Twente kijkt voor plek 5. Nee, ik denk dat die hebben ook gewoon nog een iets betere ploeg dan wij. Ja. Ja. Mag ik wel stellen. Dat is wel onze hoogste doelstelling sinds. Nou, 40 jaar misschien. Zoiets geks. Ja, ja. ja maar dat is ook logisch toch? Als je dat 10 wedstrijden voor het einde kan, je het best zeggen. Daar is hij dan. Hè? Ja. 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 Dat is wel fascinerend hoe iedereen daarover bezig bleef. Hè? Ja, heel opvallend. Ik nou wat. We hebben intern natuurlijk ook met elkaar gezeten van nou, hoe gaan we dat nou naar buiten brengen. Maar nogmaals, we hebben al een aantal doelstellingen al bereikt dit jaar. Rechtstreeks handhaving was doelstelling 1. Proberen een van onze spelers goed te verkopen was ook een van de doelstellingen. Dus, En toch is er een doelstelling nog niet gehaald dit seizoen. Namelijk de echte kroon op het werk. In één wedstrijd. Kijk, Bart Vriendje zei na afloop, dit was de bekroning voor ons mooie seizoen na die 1-4 op Excelsior. Vinden wij hier aan deze podcast een beetje te klein. Het moet eigenlijk, als je een echte mooie kroon op dit fantastische seizoen wil zetten, een overwinning op een topclub komen. Ben je het daarmee eens? Ja, die hoort wel in zo'n rijtje in zo'n mooie seizoen. Ja, zeker. Want dat hebben we nog niet gedaan. We hebben alleen bij PSV uit een punt gepakt. En we hebben natuurlijk nog wel 2 kansen. Maar dat maakt zo'n seizoen nog specialer. Nee, eens. Ja. Dus 2 april. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, nee, we leggen die drukte verder niet op, hoor. Nee. Sparta Feyenoord, leg het even uit voor de. Ja. Ja. Nou, ik denk dat de gemiddelde kijker van deze podcast dat wel. We hebben ook niet gemiddelde kijkers. Oh ja, dat is. Maar inderdaad, dat is onze jubileumwedstrijd. Ja. Sparta jarig. 135 jaar. En als je dan wint. Ja, dan eet je de rest van, van het jaar gratis. Dan schudden we ook iets van ons af. Want meestal als er iets te vieren valt, dan gaat het fout. Ik weet nog, 125 speelden we wat tegen Emmen thuis. Toen verloren we 1-0. 0-1. Ja, sta je dan met je een oudsportaal die nog scoorde ook volgens mij. Dus, Dan sta je met je vuurwerk. Ja. Hebben jullie nog iets over Excelsior Sparta? Wat je heel graag wil bespreken? Nee. Nou, of ga de video over de scheur in je trommelvlies alweer hersteld is. Zo, de muziek. Jij vond die muziek ook fijn, hè? Vooraf. Ik vond het toch ik vond het was wel heel hard. Want het was hard. Ik stond voor ESPN en ik moest elke keer vragen: wat zeg je nou? Dus die stond wel iets hard. Maar qua sfeer en alles vond ik het wel echt leuk. Nou, deze heren vonden het niet leuk, namelijk die muziek. Jawel, het hoorde erbij. Oh, toch wel? Ja. Oh, je bent opgehaald. Ik heb niet dit jij zien inpakken, natuurlijk. Iets te hard. En de appeltaart was lekker, denk ik. Dat heb ik niet genomen. Ja, was echt daar. Nee. Ja. Aan de gastvrijheid van Excelsior ontbreekt het niet. Nee. Maar wat ik wel afvraag, kijk, wij gingen best gek de rust in. Want die DJ begon weer, dat feest begon gewoon weer. Ja. Maar hoe lang was jouw toespraak in de rust? Want je komt totaal anders de kleedkamer uit. Ja, nou, was niet zo lang. Ik gaf in de rust aan dat we goed begonnen aan de wedstrijd. En dat we daarna een aantal momenten gewoon verdedigend gewoon niet goed staan. En waardoor, doe je dat in het Engels dan? Of? Nee, gewoon Nederlands. In het Nederlands. Gewoon Nederlands. En dan, maar de jongens die we in het Engels bij moeten praten, die roep ik dan even apart. Maar ik vind de voertuigs gewoon Nederlands. Ja. En nou, wat ik al zei, tactisch Kietelaar en de Guzman wat dichter bij elkaar gezet. Om dat gevaar van hun, die Lamproe aan de binnenkant te elimineren. Ja, en aangegeven dat je moet voelen dat er wat te halen valt. Dat ze kwetsbaar zijn. En nou, dat hebben ze hartstikke goed gedaan, die jongens. Ik ben een enorme fan van Kitolano. Wat voor jongen is dat nou eigenlijk? Ja, ook superleuk, leuke knul. Die ook de hele dag aan het lachen is op de club. De hele dag geintjes uithaalt met iedereen. Als sfeermakertje? Ja, wel sfeermakertje, zeker. Ja? Ja, zeker. Dat is Lauritsen minder, denk ik. Ja, wel minder. Dat is ander. Die is ook wat ouder. Hij zit echt bij die jonge gasten, Kitolano. Maar superleuke jongen. En is ook weer zo'n speler die beter wil worden. Die hier met een doel naar Sparta is gekomen. Die van, nou, ik wil 2 jaar hier spelen en dan moet ik weer de volgende stap maken. En je ziet de drijf bij die gasten. En dat vind ik wel heel mooi om te zien als coach. Ja, hij is wel... Sorry. Ja, maar je zo, nee, ik wilde wat anders vragen. Maar nee, ik wil nog heel even over Kitolano. Kitolano en ik denk ook Lauritsen op termijn wel top 4 Eredivisie, toch? Als het niet nu al is. Ja, dat denk ik wel. Nee, nu nog niet.
Nu nog niet. Ik denk dat wil ik graag, maar ik denk dat het ook goed is voor ze als ze nog minimaal 1 jaar bij Sparta blijven. En dat snap ik. Maar dat denk ik ook echt. Nee, maar ik vind dat bij meerdere spelers. Spelers willen heel snel alweer de volgende stap maken. En bijvoorbeeld Sambo is daar ook een voorbeeld van. En daar hebben wij mee gesproken. En daar hebben we ook gezegd van Sambo, blijf nou gewoon 2 jaar bij Sparta. Speel gewoon 60 wedstrijden bij Sparta. Het liefst dan in het linker rijtje. En dan ben je pas klaar voor de volgende stap. Jongens zijn 21. Ja. Dus, maar jongens kijken ook naar wat er soms geboden wordt. Dan gaat het echt kriebelen. Ja. Klopt, nee, maar dat snap ik ook. Dus je moet vooral heel sterk zijn om die keuze te maken. Maar en er wordt van jongs af aan al gezegd hoe goed je bent. Net als Sambo, die zat natuurlijk altijd in al die jeugdploegen. Ja. Ja, ben je goed, dan ben je goed, ben je goed. Zeker, ja, dan ga je er ook in geloven natuurlijk. Nee, zeker. Dus dan is het aan ons om als trainers of als staf om die jongens soms even met beide beentjes op de grond te zetten. Maar ik geloof heel erg in een wat rustigere ontwikkeling. Ja, jouw voorganger die had het bij Sparta had vaak over de generatie Z. Dat hij daar best wel eens moeite mee had. Met spelers die dan zoveel mogelijk wilden en zo min mogelijk ervoor wilden doen. Merk je dat een beetje? Nou, merk ik niet in deze groep niet. Nee, ik zie echt dat die gasten veel komen vragen. Veel extra willen trainen. Veel bij ons komen hoe de videobeelden zijn. En als we dan, we zitten als met het hele elftal, maar ook als individueel of per linie, nou, dan is het echt, dan gaan ze echt wel de diepte in met elkaar. Ja. Dus dat merk ik bij die groep die ik nu heb niet. Nou, maar je hebt wel het voordeel dat het natuurlijk hartstikke goed gaat. Als jij nu zegt, we gaan morgen de Maas over zwemmen, dan springen ze gewoon achter je het water in, hoor. Ja. En als je onderaan staat, even niet. Ja, dat werkt zeker mee. Ja. Zeker. Ja. Zeker. Wat wil je zeggen net, Ruud? Nee, je had het over Kitolano, die dan geintje loopt te maken met iedereen. Jij hebt het staartje van het kunstgras meegemaakt. Ja. Toen had je alles bij elkaar op het kasteel. Ja. Dat lijkt me heel prettig. Ja. Hoe ervaar jij nu Terbregge? Het wordt verbouwd. Ja. Het wordt mooi. Maar hoe ervaar jij dat je niet zo vaak op het stadion bent? En vind je dat juist prettig of juist niet? Nee, ik vind dat jammer. Want kijk, als je de hele dag op het stadion werkt. Kijk, ik ben super blij met het gras. Hè, want laat dat vooropgesteld staan. Maar het voordeel van dat kunstgras was dat je gewoon wel elke dag daar traint. In je eigen kleedkamer zit. Heel snel kunt schakelen met de mensen van de organisatie. Ja, en nu ben je al zo 3 kwartier per dag kwijt aan reizen. En je komt daar, je gaat trainen. Nou, nu is het ook slecht weer. Nou, iedereen zeiknat die auto in om weer 20 minuten in die auto te zitten om te douchen. Is niet ideaal. Maar wat jij net terecht al zei, van op het moment dat het goed gaat, willen spelers. Dat is met dit natuurlijk ook. Ja, hè? Ja, kijk, als je de 15e, 16e staat, ja, dan zullen die spelers eerder daarover klagen dan nu. Ja. En goed, het is zoals het is. En hebben we ook dit wisten we van tevoren. Ja. Maar dat is niet ideaal. Ik was laatst op het stadion door de week. En dan, als je dan die spelers terug ziet komen van die training, dan komen ze dus met die auto's. Allemaal 1 voor 1. Het ziet er een beetje treurig uit, heb ik gezegd. Moet je niet gewoon een bus regelen? Nee, dat is ook ploegje bij elkaar te houden. Dat is ook wel ingewikkeld, een bus. Want omdat je, daar hebben we het ook wel eens over gehad, of een kleine busjes. Maar we gaan ook vaak nog individueel met jongens verder. Langer door. Okay. Dus dan staan ze zonder vervoer. Als je bijvoorbeeld last krijgen, staan ze zonder vervoer. Ja, ja. Dus dat is praktisch wel onhandig. Ja, voelt gek. Maar ze komen dus 1 voor 1 terug om te douchen op het kasteel. Ja, ja, nee, dan zit je dus in je mooie BMW van de sponsor met je modderbroek. Ja, nou, dat is, ja, die moeten allemaal weer terug natuurlijk. Zo, ja. Dus, ik wil graag naar de vragen van de kijkers en van de luisteraars. Wat zit er in die gleuf? Tijd voor de post. Heel veel binnengekomen, maar ook al heel erg veel behandeld. Dus het gaat inderdaad over Melkense en Alaman. Nou, Jan en Joaquin, die vraag is al gesteld. De collega's van de King of the Castle podcast, die hebben het al gevraagd over hoeveel uur spendeert u in de week aan Sparta. En hebben het over gehad. Maar komt u ook een keertje een biertje drinken in het supportershome, alsjeblieft? Ja, dat is goed. Lijkt me gezellig. Ja, zeker. Wil je weer eens wat spelers die kant op sturen? Ja, zeker. Dat gebeurt vroeger eigenlijk altijd. Ja. Nou, er kwam corona, er kon niks meer natuurlijk. Maar dat zou nu toch wel weer moeten kunnen. Ja, zeker. Ga ik gelijk opnemen. Heel zeker. Goed, heel belangrijk. Zeker. Verplicht bier drinken in supporters home. Ja. Maar dat zorgt voor chemie. En die hebben we nodig. Ja, nee, zeker. Nee, maar ik ben dat ook altijd gewend bij al mijn oude clubs. Dat altijd na afloop van een wedstrijd 2 of 3 jongens de gezicht even lieten zien. Of mensen van de staf. Dus dat, wist je dat dat niet meer gebeurde? Of? Nee, wist ik niet. Okay. Nee. Nou, bij deze. Ook weer goed. Ja. Thijs die heeft al had een vraag over Jong Sparta. Is behandeld. Jasper die vraagt. Zie je wel de toegevoegde waarde van Jong Sparta in de tweede divisie? Want relatief stromen er weinig spelers door naar 1. Ja, dat is dat.
dat is nu wel zo. Ik denk dat het echt een geweldige opleidingselftal is. Want je speelt natuurlijk... tegen aardige ploegen. Tegen aardige ploegen, tegen volwassen ploegen. Ploegen met veel oud-profs erin. Maar je hebt natuurlijk wel in zo'n hele jeugdopleiding... heb je natuurlijk altijd wel eens lichtingen waarin het even wat minder is. Hè. Soms heb je een lichting, dan komen er 2, 3, 4 geweldige spelers. En soms heb je een jaar dat het iets minder is. Ja. Nou, dat lijkt nu. Maar er komt alweer een hele goede lichting aan. En hoog ik ben je speelt, super blij met Jong Sparta, met de competitie. Ja. En hoe hoger je speelt, des te moeilijker het is natuurlijk voor talenten om erin te komen. Ja, ook om aan te haken. Ja. Omdat ik merk wel dat het niveau ook natuurlijk van de training en de wedstrijd natuurlijk steeds hoger wordt. Precies. Doordat we goede spelers hebben. Ja. Brian Boerman, heb je bij je aanstelling geprobeerd om Sam ook naar Sparta te halen? Nee. Nee. Dat was onhaalbaar. Of wilde je het niet? Wil je niet met je zoon werken? Voor misschien een lastige situatie? Nou, ik zou wel met hem willen werken, maar als speler zijnde. Want ik kan wel heel erg van de speler waarderen. Een team die altijd in de 16 is, die altijd op zoek is naar doelpunten. En die denkt dat zo'n speler, dat je die allemaal in je selectie wil hebben. Even lossen dat het mijn zoon is. En, maar dat is geen optie geweest. Het wordt dan op een gegeven moment ook een beetje onhandig om. Ik heb het bij VVV wel gedaan, toen was hij nog jong. Maar als je dat nu zou doen, zou het ook onhandig kunnen zijn. Ja. Vader-zoon relatie. En als het goed gaat, is prima. Maar als je dan een periode niet goed gaat, dan gaat het toch ook over je vader in de kleedkamer. Ja. Dus dat lijkt me voor hem vooral heel ongemakkelijk. Maar zeg je dan dat je het zelf hebt tegengehouden? Nee, het is helemaal niet. Nee, het is helemaal niet in ter sprake geweest. En toen ik vorig jaar of toen hij bij ADO zat, heeft hij volgens mij ook nooit bij Sparta op de lijstjes gestaan. Dus, nee, maar hij was wel vaak bij dat handhavingsfeest, hè? Stond hij gewoon lekker tussen die gasten? Ja. Nee, maar hij kent natuurlijk heel veel jongens en zeker vorig jaar met Aaron en met Tommy en Lennart T en Vito kende die nog van VVV. Dus en Olij van NAC. Ja. Dus ja. Nee, hij zit prima bij Twente op zijn plek. Zat overigens Odysseus van Nakker wel op je lijst. Velanas of zo, toch? Velanas. Ja. Nee. Had weer een goede week gehad. Die is daar inmiddels aanvoerder af. Ja. Basisspeler af. Ja. Dus die is echt klaar om te vertrekken. Maar ik kreeg het idee door dat ene interview wat jij gaf, dat je echt interesse in hem had. Nou, hij is wel bij ons ter sprake geweest. Ja. Alleen stond hij niet in onze top 3 op de posities. En had het misschien op dat moment een optie kunnen zijn, omdat wij op het laatste moment Sven kwijtraakten. Maar hij liep ook nog door bij NAC. Dus ik had al het idee van dat is geen haalbare kaart. Ja. Dus we zijn weer verder gegaan naar de volgende. Okay. Vraag van Pieter. Laat je wel eens motivatiefilmpjes zien? Zoals misschien vorig jaar, rondom die ontsnapping? Nee. Ik heb dat wel in het verleden wel eens gedaan. Ik heb zo'n, maar toen werkte niet? Nee, werkte lachen. Niet. Nee. Ik heb drie keer dat filmpje laten zien met Al Pacino. Drie keer verloren. Dus die laat ik me achterwegen. Dan ben je toch bijgeloven. Every inch, die laten we achterwegen. Ben je een beetje bijgeloven? Want we hadden het net voor deze uitzending over het dragen van een pak. Ja. Dat je pakken draagt en je wint altijd als je een pak aan hebt. Ja, nee, ik ben niet bijgelovig. Nee. Nou, hebben die ook afgekaart. Nou, de laatste vraag is van Kees en ook van Mike Nieuwland. Hebben allebei een beetje dezelfde vraag. Waarom wissel je zo laat? Als een overwinning al binnen is, kan je toch beter spelers sparen? Want de selectie is vrij smal. Dan kan je ook andere jongens zoals Merkelsen en Aleman meer speeltijd gunnen. Ja, ik wissel wanneer ik denk dat het nodig is samen met mijn staf. En als ik bijvoorbeeld afgelopen week dan heb ik de Guzman na 55 minuten eraf gehaald. Die gaf aan dat hij wat last had. Dus die heb ik gelijk eraf gehaald. Daarna heb ik Sambo die de dag voor de wedstrijd door zijn enkel ging. Dat het nog twijfelachtig was of hij kon spelen. Heb ik eraf gehaald samen met Koki. Die had ook last van zijn enkel. Dat was volgens mij minuut 75. Maar daarna wacht ik wel lang. Dat doe ik bewust. Omdat ik ook niet zo heel veel zin heb als er één dadelijk door zijn hoeven zakt. Of wat er ook gebeurt, dat ik dan ook nog 10 minuten met 10 man word. Dus die laatste wissel wacht ik eigenlijk altijd heel lang mee. Omdat ik niet verrast wil worden. Nou, dat zijn de vragen. Goede vragen, toch? Zeker. Ja, dat zeker. Blijkt. Ik heb er nog wel één. Oh, dan moet er wel een hele goede vraag zijn. Ik heb een goede. Nee, had je moeten meenemen. Ja. Er is bij ons een wedstrijd gestaakt, wat heel vervelend was. Ja. En toen werd er ook gezegd van, de spelers op het veld gaven eigenlijk het slechte voorbeeld. Want er waren veel opstootjes, de sfeer was opgefokt. Nou heb ik jou dit seizoen ook wel een paar keer uit je dak zien gaan. Moeten spelers en trainers eigenlijk een goed voorbeeld geven? Is dat iets wat je mee hebt genomen van die hele vervelende wedstrijd tegen Utrecht? Nou ja, ik vind dat wij altijd een goed voorbeeld moeten geven. Alleen in sommige wedstrijden
wordt ook wel eens wat meer gevraagd, hè, tegen wedstrijden als tegen Utrecht, die altijd die er onbekend staan dat ze veel strijd leveren. Dan moet je ook strijd leveren, hebben we het in de bespreking ook over gehad. Wij langs de kant zijn het ook wel eens niet eens met de vierde official. En dat laten we dan ook wel blijken. Maar die neemt toch geen beslissingen? Nee, die neemt geen beslissingen. Maar die kan wel aangeven of bijvoorbeeld een overtreding is of een bal al dan niet uit is. Dus daar zit wel eens wat irritatie. Maar vanuit onze kant is dat altijd wel met respect. Dus nooit met scheldwoorden of dat is de boel scherp houden. Dat doet mijn collega coach ook. Maar heb je ook veel over naar de trainer van Fortuna? Ja, zeker. Dat was dan wel een slecht voorbeeld. Daar heb ik overigens ook voor de tv ook mijn excuses voor aangeboden. Maar die vond je wel heel irritant, hè? Ja, die was ook heel irritant. Maar dat zat met name in het feit dat, dat ze tegen mijn spelers beginnen. En over mijn spelers. Ja, ik kom altijd voor mijn spelers op. En, maar nogmaals, dat had ik ook niet in die bewoordingen moeten doen. Want daar haal ik mezelf gewoon naar beneden. Maar op je vraag door te gaan. Ja, in het veld gebeurde veel. Er waren veel opstootjes. Maar dat mag nog geen vrijbrief zijn van de supporters om dingen op het veld te gooien. Dus, en ik denk dat wij, als je ook bijvoorbeeld naar de kaartenlast kijkt, denk ik dat wij daar heel, heel karig vanaf komen. Volgens mij doen we dat ook keurig. We hebben niet met heel veel gele en rode kaarten. Nou ja, Adil hebben we een keer gehad nu. En Sambo eigenlijk een beetje ongelukkig. En dat is het wel gebleven. Dus ik denk dat wat dat betreft dat we, ja, denk ik ook dat we een fatsoenlijk elftal zijn wat bij de club hoort. Is het een elftal dat de steun van supporters nodig heeft om over punten heen te komen? Ja, soms wel. Zeker. Zeker. En ik denk dat die interactie er nu in die thuiswedstrijd natuurlijk hartstikke goed is. En wat ik begrepen heb, is ook tot het einde van het seizoen ook weer alles uitverkocht. Dus ja, wat dat betreft leeft het natuurlijk geweldig mooi. Ja. We gaan naar de glazen bol. We gaan het hebben over de wedstrijd van komend weekend tegen Vitesse. De glazen bol. Wij doen altijd een voorspelling. Houden we de punten ook bij wie er bovenaan staat. Kijk die glimlach. Ja, dat is mijn favoriete rubriek, want ik sta bovenaan. We hadden allemaal één punt. Want we hadden allemaal voorspeld namelijk dat Sparta zou winnen bij Excelsior. Niemand had de uitslag goed. Niemand had de eerste doelpuntenmaker goed. Mm-hmm. Dat was ook lastig, met een eigen goal. 23 punten voor mij, 20 voor jou Ruud en 9 voor Anton. Dat komt omdat Anton altijd Sparta laat winnen. Is het Ajax-Sparta, zegt hij 0-3. Ja. Maar het is een mooie rubriek, hè? Nu is het Sparta tegen Vitesse. Jij mag weer beginnen. We winnen met 1-0 en Olij scoort de eerste goal. Nee, ik denk dat Van Crooy scoort. 1-0. Ja. Nou, hey Maurice, wat staat hier bij mij? 1-0 Van Crooy. 1-0 van ik ook. 1-0 Van Crooy. Ja, dan moet je dan ga ik iets anders doen. Ja, dan moet je, ga je. Nou, Ruud? 1-1 Lauritsen. 1-1 Lauritsen. Dan zeg ik, wat denk jij? Ga me even helpen. Wordt het 2-0 of wordt het 2-1? Ja, ik zeg dan 2-0. 2-0. Ja. En wie maakt hem? De eerste? De eerste? De eerste is Lauwersen. Nou, bij deze... Positiviteit, hè? Bij deze die van mij. Het is wel leuk dat de trainer zelf nu ook mee gaat doen. Ja, dat is toch leuk. Ja, ik ga mee met... Gok op eigen wedstrijd, hè? Ik ga mee met... Dat is toch de bedoeling? Ja. Ligt die uitwedstrijd... Is dit geen glad ijs? Die uitwedstrijd bij Vitesse, was dat de beste tweede helft tot nu toe van dit seizoen? Nee. Is wel goed. Nee? Nee, dat was tegen Volendam. Ja? Ja, vond ik wel. Ja, daar... Daar kwamen we eigenlijk na, volgens mij pas na 65 minuten op 0-1. En daar vielen die doelpunten vielen ook wel een beetje plotseling, vond ik. Ik vond de thuiswedstrijd tegen Volendam, die tweede helft met die invalbeurt van Saito, dat vond ik echt met afstand de beste helft. Ja. Ja. Lijkt wel een eeuwigheid geleden, door die WK die er tussen zat. We hebben ook heel veel beelden van die wedstrijd hebben we ook gebruikt steeds om te laten zien hoe we echt willen spelen. Dus dat was met de uittrap van Olij, waar Van Crooy uitscoorde. Ja, oké. Okay. Maar ik vond Vitesse uit ook wel aardig, hoor. Ja, zeker. Ja. En zeker de uitslag was geweldig. Maar ik denk dat qua veldspel Volendam thuis de beste was. Nou, ooit moet het een keer lukken gewoon een hele wedstrijd zo goed te spelen. Dat heeft deze ploeg in zich en dat moeten we eigenlijk nog een keer zien. Nou, is de ploeg nog steeds zo goed als zeg maar in de eerste seizoenshelft? Je bent wel een van je beste spelers kwijt. Wat natuurlijk wel een pijler bij ons was, Sven. En dat vullen we nu wel iets anders in. Maar ik denk wel dat we nog steeds heel veel kwaliteit hebben. Ja. Nou, omdat het eventjes ietsje minder leek te gaan, hè, met Fortuna en NEC. Ja. En nou, vooral NEC. Ik denk dat Fortuna uit, denk dat het nog wel dat je daar ook kon zien dat Fortuna uit en RKC uit, dat we een andere status hebben. Hè, dat ze echt zich aan gingen passen. NEC uit was wel, denk ik, verreweg onze minste wedstrijd. Tegen een ploeg van hetzelfde niveau, dan ga ik dan vanuit. Ja, precies. Precies. Wat willen jullie nog vragen zo aan het eind van deze podcast, die bijna een uur heeft geduurd? Ja, we zijn er doorheen. We zijn er doorheen. Kom je weer?
Ik wil nog wel een keer komen. Rupsje nooit genoeg. Ja. Laten we dat dan aan het einde van het seizoen doen. Ja, dat lijkt me goed. Ja, is goed. Oh, dat zou mooi zijn. Hè? Waar dromen jullie dan van? Ja, tuurlijk. Echt? Dat we Europees voetbal halen. Ik weet, het is de voorronde van de voorronde van de voorronde. Als je je via de play-offs voor de Conference League plaatst. Maar ja, toch. Iedere stroom. Feyenoord haalde ook op die manier de finale. Ja. Dat zo is het, ja. Ja gewoon echt dromen. We mogen toch dromen. Ja, natuurlijk. Ik hoop dat het gewoon al geproefd, dat Europees. Ik heb wel Europees wel met ADO 4 wedstrijden gedaan. Europa League. Dat is schitterend. Ja, ik heb Europees met Sparta geproefd. Ja. Hamburg uit. Dan had je nog haar. Ik was 16. Geweldig. Ja, dat gun ik dus. Ja, zeker. Ja. De jonge mensen en mezelf nu weer gewoon. Dat je met z'n allen een bereidbare tegenstander hebt. Dus niet de Volgograd ergens achterin. maar gewoon... Heel slecht voorbeeld. Een paar loting. Echt een ik ga niet mee dan. Nee, precies. Een mooie aanrijdbare loting. Ja. En een makkelijke in de eerste ronde. Waar hebben we het eigenlijk over? We hebben het nog niet eens. Maar daarom. Dat zou wel fantastisch zijn. Hé Maurice, hartstikke bedankt voor je komst. Je gaat nu lekker trainen. Daarom zit je ook in je pakje al. Kan gelijk door. Dank je wel. We vonden het heel erg vermakelijk. Ik denk dat de kijkers en luisteraars het ook heel erg leuk vonden. Anton en Ruud, bedankt. Wij vonden het ook leuk. Nou ja, ik vond het zelf ook wel aardig. We hebben deze, wanneer is het? Zaterdag, hè? 9:00 tegen Vitesse. Begint onze radio-uitzending om 8:00. Op vrijdag FC Rijnmond. Gaan we het natuurlijk ook hebben over Sparta tegen Vitesse. Oftewel, je zit bij Rijnmond altijd goed. Je bent natuurlijk een trouwe volger van Rijnmond, Maurice. 93.4 FM, nummer 1 in de auto, hè? Ja. Afwisselen met Omroep West. Ja. Oh ja, een beetje. Een beetje wel. Dan zeggen wij bedankt. Tot een volgende keer. En heel graag nogmaals dank voor het luisteren dus. En voor het kijken. Bedankt. Dag. Als Spartaan zijn wij geboren. Als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver. Sparta naar voren!